omschrijven en dergelijke, maar het is echt fantastisch. Ja. Het is te spannend. Het is te spannend. Er zijn ook projecten die niet omgevallen zijn en dergelijke, dus wij weten gewoon niet of we het nou wel of niet gehaald hebben. Dus, maar we houden elkaar hier op de been en we moeten gewoon door. We moeten gewoon door. De stenen gaan naar boven richting het luchtkasteel dat hier staat. Eerst zagen we een dromende vrouw. En daar vallen de spiralen in het droomkasteel. En ook deze techniek doet zijn werk. En we zien een palmstrand met een hangmat. De temperatuur op daar zal overeenkomen met die hier in het commentaarhokje. Zeer, zeer tropisch. Het droomkasteel is gevallen. De twee jojo's die naar beneden kwamen, heeft u gezien. En we gaan van het droomkasteel naar de schatkaart. Hier de jojo's. Die tergend langzaam naar beneden komen. Maar dat wel doen. En dat hadden we net nodig. Daar tikken ze de steen aan. En uiteindelijk ontvouwt zich de hangmat tussen de palmbomen. Naar de schatkaart het kompas dat een kwartslag draait en de juiste richting aangeeft. En kijkt u mee wat we te zien krijgen als de schatten zich openen. 8 schatkistjes. Schipbreuk, zeerovers, een burcht, een boom, tribe, het masker, een varaan en uiteindelijk het kruis met daarin het goud. Van de schatkaart gaan we goed luisteren naar een van de bekendste nummers uit de pophistorie. Geschreven door Roger Waters voor Pink Floyd. Op Dark Side of the Moon staat het nummer Money. Alles gevallen. Meer dan 25 miljoen albums werden er verkocht van Dark Side of the Moon. Het volgende project, Raindrops. De kogels knallen tegen de flessen. Die zijn meer of minder gevuld met water. En eigenlijk zou u Raindrops Keep Falling on My Head moeten horen. Van Burt Bacharach. En ook de zwaan valt. Dit project is maar liefst 3 keer omgegaan in de voorbereiding. En dat was niet gepland, kan ik u vertellen. En nu gaat hij ook om. Ja, daar konden we eigenlijk wel van uitgaan. Van de Raindrops gaan we naar dit schip. U herkent het wellicht. Op maandag 15 april 1912 voer hij tijdens zijn eerste vaart tegen een ijsberg. 1523 mensen kwamen om. We hebben het over de Titanic. Rechtsonder gaan we het project in. Via de lus, de trap omhoog. En dan zal ook deze Titanic uiteindelijk gaan zinken. Daar vaart hij. En daar is de ijsberg waar hij tegenaan komt. En via dit, zeg maar, schuifsysteem zal het hele plateau kantelen. En verdwijnt de Titanic uiteindelijk in de golf.
De Titanic overleeft het ditmaal wel. En we gaan naar de survival, ook onze survival een beetje. Want het record komt wel in zicht, maar is er nog lang niet. Steentjes moeten omhoog klimmen. Want we gaan bungee jumpen. En abseilen. En surfen. En kanoën en mountainbiken. De klimtoren zag u van 2,5 meter hoog. Hier de mountainbiker. En die vallen. Er komt er nog één tevoorschijn. En hier zeg maar het klimmechanisme. Steentjes die vallen, trekken aan het touwtje. En zo langzamerhand wordt er dan naar boven geklommen via de klimwand. Prachtig in beeld gebracht. Toch een stijgingspercentage van 100% natuurlijk, recht omhoog. Maar ook een klim van 2,5 meter. Ga er maar aan staan als eenvoudige dominosteen. De bouwers in spanning. We gaan een luchtsprong ondernemen. De bungee jump komt eigenlijk van de Pacific-eilanden, waar jonge mannen via zelf geconstrueerde bamboetorens met lianen om hun enkels naar beneden sprongen. En de bedoeling was dan dat de lianen in hun maximale uitrek beduidend korter waren dan de af te leggen afstand naar beneden. U begrijpt waarom. Daar omhoog, daar komen de katrollen met linten naar beneden. En die zijn net te kort. Maar toch vallen de stenen uiteindelijk. En valt dus ook dit project. En is de blijdschap daar bij de bouwers. En de spanning ook van hun gezichten af te lezen. Daar de linten. En die komen dan iets te kort. Maar uiteindelijk valt dit project toch. Ja, zuinigheid is niet altijd de slimste weg die te bewandelen kan zijn. We gaan in volle en met volle energie door naar het volgende project. En dat project heet inderdaad energie. En daar moeten we zuinig mee zijn. Helemaal correct. Als je die bouwers af en toe naast de projecten ziet staan, dan krijgen die projecten ook echt gezichten. En dan kun je je ook voorstellen dat dat dan vaak gepaard gaat met een lach, maar soms ook met een traan. De bouwers aan dit project, de belangrijkste, als ik het zo even mag zeggen, Zielke, Esther, Tim en Linda. 54 Nederlandse bouwers, 9 Duitsers, 4 Belgen, 2 Oostenrijkers, 69 in totaal om dat record van China en Japan te pakken. Dat dus staat op 2.715.518 en we hoeven er maar één steentje bij. 519, als dat het maar wordt. Zeer gecompliceerd. Dit project voor een Duitse sponsor. En als niemand het u nog verteld heeft, deze uitzending gaat live over heel Europa tot en met Hongarije aan toe. En dat allemaal vanuit het kleine, met alle respect uitgesproken, Zuidlaren. Gelukkig dat er ook projecten tussen zitten die zo goed gaan als dit project Energie. Weken zweet zit daarop. En kijk eens, ook de ruimtereis is al begonnen. Zo lijkt het althans. Dat is het project hierna. Wat daar precies is gebeurd, dat weet ik nog niet. Misschien dat de mensen uit de ruimte nog moeten komen. Of het is al gevallen zelfs. Het is al geland. En dat is de reden. Het is gewoon kapot gegaan, het mechanisme waarmee dit ruimteschip zou moeten landen. En ik zei nog zo in de voorbereiding, safe landen, maar dat is mislukt.
Nou ja, het heeft het vallen van dat project niet gehinderd. Het ging heel snel en dat kan je van dit diertje niet zeggen. Dit is een slak. Heel langzaam. Eigenlijk de voorloper van de camper, hè? Het diertje dat met zijn eigen huis op reis gaat in het kader van het thema reizen en dieren. De slak. Ja, nu hadden we graag gehad dat hij wat langzamer viel. Bedankt. Dat zien we nu gelijk. De slak. De speciale zetting waarmee die viel. Waarmee die leek te pulseren. Dit project ging vanmiddag neer. En dat was zo vervelend voor Petra en Mark die dit bouwden. Maar ze hebben het toch weer op kunnen zetten. De volière en de papegaai. Goed gedaan. En wat hebben ze gezweet, Petra en Mark, om dit nog goed te krijgen. Dan naar Afrika, dat ook wel het verloren continent genoemd wordt. En UNICEF is een van de organisaties die er al tientallen jaren aan het werk is. En met zichtbaar resultaat. Er gaan tegenwoordig meer kinderen naar school dan ooit. En ze hebben ook veel beter toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. En ook een dodelijke ziekte als polio is bijna uitgeroeid. Als organisaties als UNICEF op deze wijze hun steentje letterlijk kunnen bijdragen, dan is de toekomst van Afrika allerminst verloren. Dan is er hoop voor de Afrikanen van morgen. En dat straalt dit project uit. De regendans. Ja, en als dat overbekende logo ook nog valt, dan gaan we goed natuurlijk. Dan nu is het oppassen, want we gaan hier over het pad waar alle handtekeningen van alle bouwers staan. Even naar Hans Kraaij. Ja, het is ongelooflijk spannend, Michel. Hoe ver zitten we van de Big Bang af? Ik zou mijn hop niet weten. Ja, jij bent toch degene die gestudeerd heeft? Ja, ik heb hem wel gebouwd, 2,5 week. Maar ik ben niet zo op de hoogte van hoe de lijnen gaan lopen enzovoort. Oké, Mies. U hoort iedereen. Sst. Maakt u zich geen zorgen. Ook hier zitten weer stiltestenen in. En wel 40 seconden lang. Kijk, ze vallen wel, maar we horen niks. De stiltestenen met isolatiemateriaal. Dat is het geheim. Het is een opmaat voor een heel erg groot. Het grootste dominoveld dat we vanavond in de aanbieding hebben. Het moet vallen voor het wereldrecord. Anders kunnen we het schudden. Daar verlaten we de stiltestenen en gaan we naar roze en bruin. En die lijken heel goed te vallen. Het is bijzonder goed te volgen trouwens op deze manier. Het heeft wat weg van de finale van vorig jaar. Weet u nog, met die eurobiljetten. ...671.529 stenen zitten in deze Big Bang. En ze moeten allemaal vallen. Dit begint er bijzonder goed uit te zien voor het wereldrecord. Moet natuurlijk een voorbehoud maken, maar alles lijkt te vallen. Te hopen valt dat ze in Beijing kijken. En misschien ook wel in Japan. Dan zien ze hier in het Zuid-Laren van Drenthe, in de Prins Bernhardhoeve, hoe uiteindelijk 70 kilometer lang dominostenen op 5000 vierkante meter aan het vallen is geweest. Met dit als hoogtepunt. Prachtig, we zitten er bovenop. Maar het laatste veld via groen naar dit gemixte veld. Alle kleuren van de regenboog zitten hierin. En als het valt, dan hebben we dus
bijna 700.000 stenen gezien. Vlak onder de ogen van de bouwers. Hoe toepasselijk. En let ook straks op boven in uw beeld. Die wand nu nog steeds boven in uw beeld waar we naar op toe gaan. Naartoe gaan. Want we hadden te weinig ruimte. Dus we moeten een beetje de hoogte in. Als dit valt. Ja, dit valt ook. Dit is de finale van Domino Day 2000. Met vuurwerk. Volledig veilig uiteraard. En daar gaat de datum van vandaag en het totaal aantal hier gelegde steentjes naar de grond. Links ziet u het treintje dat volgt met de camera erop lopend. En het vuurwerk, dat is natuurlijk veel mooier om naar te kijken. Wat een grandioze finale van Domino Day 2000. Nadat er toch ook echt wel wat misging, is dit helemaal gelukt. En om dat te vieren, ja, dan kun je eigenlijk maar meteen man doen. Hans Kraaij. Waar is deze toe, Sandra? Hebben we het geschafft? Ik glaube ja, we hebben het geschafft. Aber, du bist het niet bestimmt. Nein, ik weet het niet genau. Aber wir müssen warten, warten, warten. Wir müssen warten, warten, warten. Oh! Waar gaan we naartoe, jongens? Waar gaan we naartoe? Oké, Sander. Ja, we gaan nog even kijken naar die mooie momenten. Wat een prachtig camerawerk, Albert. Ja, ze hangen er bovenop eigenlijk. Ze leven volledig mee, volgen de stenen in hun vaart der volkeren. Ja, en we hebben een beetje mee zitten tellen. En we denken dat het record, wat door de Chinezen op 31 december van het vorig jaar met 2.751.519 stenen neer is gezet, eraan is. We moeten natuurlijk wel een voorbehoud maken, maar we komen rond de 2,8, 2,9 miljoen uit. Met name omdat in het laatste gedeelte bijna alle projecten vielen. En hier zien we dat nog eens. Alles valt om. De Big Bang. 671.529 stenen. En dan ook nog de afvalwand. 142.157. Ruim 800.000. En dat schiet natuurlijk op als je een wereldrecord wil verbeteren. Als je tegen de 3 miljoen aan wil komen. En als je dan maanden, wekenlang hier aan gebouwd hebt en het is eindelijk voorbij, dan zit je morgen pas met een leeg gevoel. Vanavond ben je aan het vieren en ben je aan het zingen. Linda blij, Robin blij en de bouwers natuurlijk blijer dan blij. Minuten stond ervoor. We zijn op 1 uur en 32 minuten ruim uitgekomen. Hans. Kom erbij. Sander, de spanning is te snijden. En ik ga in mijn allerbeste Duits zeggen, we moesten warten. We warten, we warten, we warten. Maar we geloven, we hebben het geschafft. We warten bis nach den reclame. Het zal heel slecht Duits zijn. We wachten tot na de reclame. En dan weten we het of we het record hebben gehaald. Tot zo. Welkom terug bij Domino Day 2000. Nou, de stenen zijn gevallen, maar hoeveel stenen zijn er nou exact gevallen? We weten nog steeds niet of we het wereldrecord verbroken hebben. Laten we het beste ervan hopen. We worden helemaal gek hier van de spanning. Maar ik denk dat ze ook gek worden in Borne, want daar draait het om tonnen. Meer of minder? Hoe gaat het daar? Ja. Nou, Wendy, zeg maar gerust, miljoenen, de miljoenenjacht is begonnen ook hier vanavond in Borne. Want het is een spektakel. Iedereen is hier heel nerveus, want ja. U bent één van de winnaressen, hè? U komt uit de wijk, hè? Uit de wijk, ja. En wat leuk dat de Postcode Loterij de prijs ook verdeelt in de wijk, hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Met hoeveel loten speelt u mee? Twee. Twee loten? Oh, u ook? Ik ben ook met twee. Ook met twee loten. En deze hele grote meneer, wie bent u? Ik ben Joop van der Kolk. Dag Joop. Ik heb drie loten.
drie loten. Je staat nu al te glunderen. Ik daar ook, natuurlijk. Ja, toch spannend, hè? Ja, heel spannend. Oh, het is inderdaad zo. De miljoenenjacht van de Postcode Loterij. We horen het zometeen. Nu over naar het grote podium. Willy Broert, hoe gaat-ie? Ja, het is hier ook een heksenkegel. En iedereen, ja, jullie hebben, dit zijn de grote winnaars. Wel een record of niet, geen record, maakt niet uit. Want jullie hebben een recordbedrag. Hoeveel loten? Eén lot. Dus je krijgt, heb je zitten tellen? Ik heb ze niet kunnen tellen. Jij hebt wel zitten tellen? Dat maakt ook niks uit. Hoeveel denk je dat je verdiend hebt? Ik weet niet, 100.000? Er is dus ook nog één extra prijs van 1 miljoen gulden. Dat wil zeggen, één van de mensen die gewonnen hebben, krijgt het bedrag aangevuld tot 1 miljoen gulden. Als jij hem zou winnen, zou je daar blij mee zijn? Of maakt het je niet zoveel uit? Ben ik het niet blij? Nee. Zou je niet graag miljonair willen worden? Nee. Nee? Nou ja, ik had zelfs nog een balkvraag in de aanbieding. En hier, u heb je nog niet gehad. Heeft u nou zitten tellen hoeveel geld u gewonnen heeft? Nee, want ik weet überhaupt niet wat er gevallen is. Vind je niet zo hartstikke spannend? De zenuwen gieren, doe ik wel. Okay, nou, het is hier spannend, maar ook heel zenuwachtig allemaal. Terug naar de studio. Ja, en het is duidelijk feest in Borne. En misschien gaat Bob ook wel zo uit zijn dak. Tenminste, als hij mij kan vertellen welke steen wij zoeken. Goedenavond, Bob. Goedenavond. Hallo, vertel mij welke steen zoeken wij. Nummer 2. En Bob, laat even van je horen, want je weet wat dat betekent, hè? Bob? Ja, ik ben er nog. Deze is voor jou. Ja, dankjewel. Ja! Gefeliciteerd, Bob. Dankjewel. En wat ik tegen alle andere kandidaten wil zeggen, bedankt voor het meedoen ook. Maar ja, er kan er maar één van doorgaan met de hoofdprijs. Het zit erop wat betreft het dominospel. En hier in Zuid-Laren is het nu de hoogste tijd om de officiële kant van dit record te gaan bekijken. Hans, laat ons niet langer in spanning. Ariane, ik sta hier naast een glunderende Robin Paul Weijers. Het is nog niet zover, Robin Paul. Nee, ja, het is natuurlijk heel erg spannend geweest vanavond. En ja, of we het nu echt gehaald hebben of niet. Ik denk dat het er net om spant. En ja, 2,8, 2,9, daar hoop ik op. Maar zeker weten. Dus als we het halen, gaan we er net overheen. Ja, we hebben natuurlijk een aantal projecten gezien. Ja, waar we hadden een valse start, hè? Ja, vooral in het begin dacht je echt, wat gebeurt er hier? Wat zijn dit voor kleefkrachten of wat gebeurt er? Maar ja, toen zagen we een aantal dingen. Zoals die Paul Klee, die wand die naar beneden stortte. Wat ging er mis met de UFO? Met de UFO, die is ongelooflijk. Altijd ging hij gewoon netjes op de zwaartekracht 10 seconden naar beneden. En hij stortte nu als een raket naar beneden. Nou, dus dat was helemaal goed. Het treintje, het laatste project. Daar gaan we nu naar kijken. Dat krijg ik enigszins door in mijn oor. Ja, kijk eens eventjes. De Big Bang, hè. Prachtig beeld. Ja, al die 150.000 stenen. Oh, wat mooi getimed. Hup. Het mooie van dit project is dat bijna alle bouwers hebben meegebouwd aan... Hè? Precies, dit is nou echt teamwerk. 75 bouwers die hier gewoon... een aantal weken aan elkaar, achter elkaar aan hebben staan werken. Ja, dat is geweldig. Ik heb een hele rare vraag aan je, vlak voordat dat we de spanning niet meer kunnen bewaren. Ja. Zijn er nou voor het derde jaar ook steentjes die voor het tweede of het derde jaar meedoen? Dat je zegt van, ik heb een paar geroutineerde jongens in mijn ploeg. Nou, er zijn natuurlijk steentjes genoeg die volgend jaar, een volgend jaar mee zouden kunnen doen. Domino-bouwers, we hebben hier zulke goede bouwers. Soms blijft er wat staan, dat blijkt. Maar over het algemeen topbouwers. Topbouwers, heel veel vreugde. En ik denk dat we daar een voorbeeld van krijgen. Laten we eens even mee gaan kijken naar... Oh, wat zijn ze? Ja, zeg jij het maar, Robin. Ja, uit je dak, hè. Als je natuurlijk een paar dagen hier aan hebt gezeten. Spontaan, Duits meisje. Helemaal goed. Kijk eens wat mooi die iglo daar valt. De iglo, die is een paar keer geoefend. En dat was 3 keer niks, hè? Ja, hij bleef hangen, maar... Ja, je ziet, op het moment suprem doet hij het. Je hebt ons absoluut niet om de tuin geleid toen je zei van... we gaan voor veel groter risico dan de Japanners en de Chinezen. Kijk eens, wat een vreugde. Kijk eens even. Wie is dat? Oh, dat ben jij. Maar je hebt ons niet om de tuin... Waarom heb je zoveel risico genomen? Kijk maar eens naar dit project, naar dat water. Waarom zoveel risico? Ja, het is natuurlijk de kick om met stenen iets voor elkaar te krijgen wat we nog nooit eerder gezien hebben. En wij proberen die grenzen te verleggen en iedere keer weer verder op te zoeken. Het gaat jou niet alleen om het record, ook om het, ik wou bijna zeggen, om het mooie voetbal. Absoluut. Het gaat ons om de mooie sport en dit is topsport. Ik denk dat we dat vanavond weer hebben laten zien. Ik heb het woord voetbal al gebruikt. Ik heb het woord voetbal gebruikt. Een voetbalcoach kijkt naar andere dingen dan de supporters, dan de gewone man. Waar kijk jij naar als coach op zo'n avond?
Ja, ik kijk natuurlijk hoe het met de mensen gaat. Want ja, dat is toch de drijvende kracht achter dit hele gebeuren. Hoe die zich tijdens zo'n avond houden. Want ja, in je hoofd loop je als coach natuurlijk ook altijd weer de volgende wedstrijd alweer voor te bereiden. Als coach ben jij nu voor hoeveel procent zeker dat we het gaan halen? Of zeg je van, ik durf me er nog niet aan te wagen? Nou, want hier zitten ze, hè? Hier zitten ze. Kijk eens wat hier zit. Hier zitten de notaris. We zullen even aardig tegen ze doen. Notaris. Gea, gaan we lekker? Oh, Gea durft niks te zeggen. Gea, masseer je eventjes, want dan kunnen we dat misschien... Kan... Ik zie een aantal notaris het veld in en die zijn dus duidelijk nog aan het tellen. Dus als het heel makkelijk was, dan kwam het... Duidelijk er nu al uit. Ik denk dat het nog heel spannend wordt. Wat ik heel vreemd vind, de bouwers gaan tekeer alsof we al gewonnen hebben. Robin, bedankt, heb ik net al gehoord. Maar van de 3,1 miljoen stenen moeten er gewoon 2,8 miljoen om. Dat is meer dan 90%. Ik ben nog niet zo heel zeker. Of ben ik nu, heb ik de andere kant op gekeken? Nou, dat weet ik niet. Maar kijk, je hebt natuurlijk bij een aantal projecten heb je dingen zien staan. Maar daar zitten nog niet automatisch heel veel stenen achter. En dat telt natuurlijk ook mee. En de bouwers, ja, wat is er nou mooier dan dat werk wat je allemaal gemaakt hebt. Dat dan op een gegeven moment helemaal tot uiting komt. Ja, die gaan natuurlijk uit de bak. Terwijl er nog zeer serieus wordt doorgeteld door de hulpnotarissen hier met de computer. Kijk, moet je kijken. Ik zal eens even luisteren hier. Ja. Ja. Wat zeggen jullie? Oh, we zeggen bijna alles gevallen, bijna. We hebben nu goede berichten hier, want we zitten nu bij een project waar weer bijna alles geval is. Hier komt de supernotaris. We kunnen wel iets zeggen, notaris? Nee. Dit is heel spannend. We moeten echt afwachten. Het gaat om een paar honderdtallen, denk ik. Ben ik bang. Om honderdtallen gaat het? Ik denk het, ja. Het wordt echt spannend. Hoe lang heb je nog nodig? Heeft u nog nodig? Een paar minuten. Robin Paul, het gaat om honderdtallen. Dus het juichen is misschien wel een tikkie voorbarig geweest, denk je niet? Ik weet het nu helemaal niet meer. Je maakt me echt aan twijfelen, ja. Maar... Honderdtallen, dat is. Maar het is nogal wat je vraagt. Hè. Meer dan 90% moet om van die 3,1 miljoen stenen. Ik weet het nog zo net niet. Nee, ja, uiteindelijk zo'n Big Bang, die telt natuurlijk mee. Maar al die kleine aantallen, daar gaat nu de optelsom in zitten. En ja, ik heb het inzicht niet. En daarom tellen zij en niet ik. Wij zien heel lang die aorta lopen, hè, terwijl de spanning stijgt. Het wordt hier enorm overlegd. Dat zien we dus nu. We zien constant die aorta lopen. Als er iets misgaat, loopt de aorta. Kan jij ons vertellen hoeveel van die stenen er alleen al in de aorta zitten vanavond? Nou ja, we hebben hier nu 4,2 kilometer aorta gehad. Dus dat is een goed 4,2 uur lopen. Miljoen, 4,2 kilometer aorta? Ja, dat is een goed uur lopen om dat helemaal te passeren. En in getallen, is dat? Ja, dus 4200 meter. En dat zijn, in stenen kan ik het iets van 500.000 stenen. De aorta heeft zijn werk gedaan. Robin Paul heeft zijn werk gedaan. Ik hoop voor fantastisch nieuws voor jou en je geweldige bouwers. Wat mij betreft topsporters zijn. Ga jij gauw naar de notaris en naar Linda. Heel veel geluk. Dankjewel. Sterkte. Ja, het wachten is dus op de notaris die zo dadelijk bekend zal gaan maken of het wereldrecord wat door de Chinezen gevestigd is van 2.751.519 gebroken gaat worden. Ik denk we kunnen op jeden geval zeggen dat wenn we het schaffen, dan op dat messer. We kijken nu naar collega Linda de Mol die voor de Duitse televisie hier aanwezig is, maar ook een beetje voor de Nederlandse televisie. Dat zagen we met Lionel Richie. Die praat nu met de notaris. En die Robin Paul Weijers, die zat nog niet eens zo ver van het correcte aantal stenen wat die aorta bevatte. Totale aan aorta-lijnen stonden er 158.000 stenen en qua loops 188.236. En ik denk dat er mooie berichten aan lijken te komen. De getuigen het gejuich daarbij Robin Paul Weijers en de bouwers. De notaris is nog niet daar. Maar de notaris laat nog even op zich wachten. Ja, als het om honderdtallen gaat, dan wordt het kantje boord. In ieder geval, de schoonheidsprijs hebben we hier gewonnen. Ja, dat stimmt. En als het wereldrecord dus nu naar Nederland gaat, dan is het van Nederland naar China en weer terug naar Nederland gegaan. Dan kunnen we spreken van een pingpong-effect. Spanning is enorm. De temperatuur overigens ook hier. Ongelooflijk, ja. Dat is zo
fysiek en psychisch ook. Standbeeld staat er overigens weer. Die moet nog een seintje krijgen dat hij straks misschien nog wat anders mag gaan doen. Hans, komt dat zo? Ik weet niet. Spanning stijgt. Heeft de notaris uitsluitsel gegeven? Ja, die collega van ORF komt er. Zijn het zenuwen die Hans Kraaij junior parten spelen omdat hij maar even bij Linda gaat staan? Omdat dit tafereel natuurlijk het engste is voor iedere betrokkenen. Het zenuwcentrum op dit moment. Het zenuwcentrum. Is de notaris al daar? Hij komt eraan. Maar we zijn niet de enigen die het warm hebben, Albert. Heer Akkerman, erleuzen ze ons. Dat is echt gemaakt. Heer Akkerman is de notaris. Hij heeft een mededeling. Ja, we hebben zoveel steinen jetzt fallen gezien. We hebben ook enige projecten gezien die niet geklapt hebben. Maar er waren niet zoveel steinen. Robin Weijers moet ook nog even voor de Oostenrijkse televisie toelichten wat hij denkt. Wij hebben dat in Nederland al een paar minuten geleden van hem mogen vernemen. In Oostenrijk zijn er volgens net zoveel steden gevallen als in Nederland en in Duitsland. Het wäre aber knalhard, wenn wir es dann nicht schaffen, om vielleicht twee. We gaan even naar Hans Kraaij junior. Karin, die staat te huilen. Vertel. Alle emoties komen gewoon los. We hadden eerst gehoord dat Verbeelding niet gevallen is. En dat was jouw project, hè, Verbeelding? Nee, ik heb er wel een stukje aan meegewerkt, maar niet zoveel. En toen hoorde ik buiten dat hij wel gevallen was en dat hij voor een deel toch meetelt. Dus toen kwamen de emoties los en sindsdien... Het zijn nog geen vreugdetranen, want ik heb net met Robin Paul met een van de notarissen gesproken. Het gaat om honderdtallen, denken ze. Dus het kan echt alle kanten op. Karintje? Ja, nou, dat is afwachten. Ik heb geen idee. Ik hoop gewoon dat we het gehaald hebben. En anders dan, ja... Ik hoop dat jouw tranen zometeen veranderen in vreugdetranen. Ik hoop het ook. Oké, okay, succes. Ja, ze hadden het over het derde project. Het project Verbeelding. En dat is echt tot de verbeelding gesproken, want uiteindelijk viel het dus wel. Beter laat dan nooit. Een dubbel gevoel voor deze mensen. Ze hebben een record, hopen ze. En dan is hun missie geslaagd. Maar morgen realiseren ze zich dat ze waar ze 8 weken... aan hebben gebouwd, dat in ruim 1,5 uur in 1 klap, in 1 big bang, is in elkaar gestort. En dat is toch even een gek gevoel. Chinezen verbeterden het record dat hier vorig jaar op 5 november is neergezet. Met een kleine 300.000 stenen. Toen was het verschil dus behoorlijk groot. Nu is dit verschil aanzienlijk kleiner, want... Als er weer 300.000 meer gevallen zouden zijn, dan waren ze bijna allemaal omgegaan. De 3.112.000 stenen. Allemaal zijn ze zeker niet omgegaan, maar er zijn er wel vele omgegaan. Zoals deze hier bij een van misschien wel mooiste projecten. Paul Klee. Anatomie van Afrodite. Die stenen vallen. En de beeltenis, het zelfportret van de Zwitserse kunstenaar, openbaart zich. En zo hebben we heel veel mooie projecten gezien. Indrukwekkende projecten waar hard over na is gedacht. De spanning bij de Oostenrijkers, bij de Duitsers en natuurlijk ook bij de Nederlanders. En buiten deze landen wordt dit ook uitgezonden in België, in Hongarije, in Frankrijk en in Spanje. Een Europees evenement met zeer veel tellers. Notarissen zijn nog immer bezig. Honderdtallen. En laten we hopen dat het steentje de goede kant opvalt. Robin Weijers wordt geleefd al 8 weken lang. Het is wachten, het is nagels bijten. Sommige sporters, en jullie zijn topsporters, hebben een voorgevoel. Wat is jouw voorgevoel? Ik heb echt geen enkel idee. Ik zit echt zo in 2 strijd... Het ligt echt op het randje. Ik weet het echt niet. Of we hebben het gehaald of niet. Maar jullie stonden net te juichen alsof je net de wereldcup gewonnen had. Ja, het is gewoon een stuk ontlading. Kijk, je bent hier met... Van de spanning af. Ja, gewoon van de spanning. Je bent 8 weken zo intensief met mensen bezig. En je ziet gewoon dingen omgaan waar je zelf heel hard aan gewerkt hebt. En het is echt een stuk ontlading. En, ja, en er is heel veel wel heel goed gegaan. Wij wachten met smart op onze hoofdnotaris. En we gaan straks hopelijk springen. Ook met jou. Ik hoop het echt. Echt waar. Ik pak nog even een volgende reactie. Jij staat er ook een beetje zit bij te kijken. En jij hebt als allerhoogste gesprongen. Maar je weet wat er aan de hand is nu, hè? Of heb je het nog niet gehoord? Erop of eronder. En het is nu de vraag. Hebben we het wereldrecord of niet?
Mijn stem heb ik nou ook een beetje begeven. Ik hoop dat de notaris een hele mooie, goede stem heeft met een mooie uitslag. Ja. Hoop ik voor jullie allemaal. Hoop ik ook. Ja, dit is toch even anders dan vorig jaar toen iedereen aan het springen was. Inclusief onze grote vriend Hans Kraaij junior. Die moet nu toch even rustig aandoen. 1000 mark, dat is een goede nachricht. 31.000 mark, egal wieveel domino steinen hier heute avond. Robin Weijers die vertelt zijn verhaal. En dat heeft hij al zoveel en zo vaak gedaan. Terwijl hij eigenlijk het liefste tussen zijn projecten aan het lopen is. Tussen zijn bouwers en deze man. Dat standbeeld is nog wel de meest enthousiaste van iedereen zo'n beetje. Hij is begonnen op 3 januari, Robin Paul Weijers, na de recordpoging, de geslaagde recordpoging van de Chinezen en Japanners. En dit is dan het resultaat geweest op 3 november 2000. Een slagveld, maar wel met een positieve insteek. Er wordt weer gejuicht en dan hoop je maar dat er iets bekendgemaakt gaat worden. Maar het standbeeld, ja, die kan er geen genoeg van krijgen. Die heeft maar een stuk of 15 stenen aangeschoven. Het standbeeld krijgt de toejuichingen. En de notaris komt eraan met een groot bord. Waren het bedrukte gezichten of valt het mee? Nou, een lach verschijnt ook op zijn gezicht. Het eindigt op een 8, dat konden we zien. Daarvoor waarschijnlijk een 9. Maar wat staat daar weer voor? Wat hebben ze om Gottes willen zo lang gemaakt? Ze hebben die officiële taal. Ik hoop het. Wat heeft hij zo lang gedaan, vraagt Linda de Mol. Bitte ruhe jetzt. De stilte in de zaal. Herr Ackermann, erlösen Sie uns. Het had zo lang geduurd. Notaris Ackermann gaat het bord omdraaien en gaat vertellen wat het record is en met hoeveel stenen. Of niet. Het was ganz, ganz schwierig, ganz snel. We hebben een nieuw wereldrecord. Er is een nieuw wereldrecord. 2.977.678. En dat is toch een verbetering met bijna 250.000 stenen. Nouveau record mondiaal. Oei, Világrekord. Of hoe dat dan ook mag heten in het Hongaars. Wij zeggen nieuw wereldrecord. Gefeliciteerd. Al die mensen die hier zo keihard aan hebben gewerkt en voor hebben gezweet. Briljant. Het verschil is snel uitgerekend met het Chinees-Japanse record. En dat zijn dan toch geen honderdtallen. En wellicht omdat die verbeelding uiteindelijk tot de verbeelding heeft gesproken. 246.169. Dolgelukkige, zeg nog één keer het exacte aantal. 2.977.678 domino stelen! Het is een waanzinnig record. Karin kan ook weer lachen en huilen tegelijk. We gaan kijken in Borne of er ook gelachen wordt. En we gaan kijken hoe het daar qua geld is, qua blijdschap en wie er een nieuw huis gewonnen hebben. Denk ik. Oh la la! Ongelooflijk! Wat zijn we blij. Hier naast mij staat Henk. Henk, je hebt 14 loten. Ja. En uw lot, hoeveel heeft u er? 8 loten. Ik ga het nu bekendmaken. Per lot wordt er uitgereikt dankzij de Nationale Postcode Loterij 1800,30 gulden per lot. Dat betekent, Henk, dat jij daadwerkelijk 50.000 gulden gewonnen hebt. Nou. Hier is hij. U kunt zelf uitrekenen hoeveel het is. En ik denk dat er heel veel mensen heel blij zijn met deze prachtige prijs vanuit Borne. Maar dit is nog maar het begin, want deze wijk hebben we heel blij mogen maken. Maar hoe zit dat dan op het podium met de straatprijs? Daar gaan we nu naartoe, naar Willy Brooks. Ja, hier staat natuurlijk de echte grote winnaar. Er staat daar een zeker uiteraard bij. Jullie hebben gewonnen per lot 270.638. Ja. Hoe voel je je nou? Ja, prachtig, jongen. Fantastisch, helemaal te gek. Fantastisch. Blij? Oh, te gek. Echt. Wat blije mensen. Ik zag jou heel erg springen. Ja, echt. En daarvoor een heftruckchauffeur. En u? Wij. Twee loten, dus u heeft twee keer 270. Ja. Voor de schieter heeft het gescoord. Hij is sprakeloos. Maar zometeen is er nog één van de mensen die dus deze prijs gewonnen heeft of meer. En die prijs wordt nog aangevuld tot 1 miljoen gulden.
En wie dat gaat worden, dat gaat Wendy ons nou vertellen. Terug naar Wendy. Ja, dankjewel, Brilliport. Oh, het is hier echt ook een groot feest. We hebben het wereldrecord. Jongens, even juichen hier. Maar goed. Geweldig. Na zoveel hard werken is het weer gelukt. Peking, de mazzel. Nou, misschien volgend jaar weer. Goed, er is nog 1 miljoen gulden te winnen. Maar deze 10.000 domino-steentjes moeten eerst nog even gaan vallen. Over 12 seconden weten we wie miljonair is geworden. Ik ga ze niet langer in spanning laten. Ik ga nu de domino-steentjes omgooien. En dan zien we het winnende lotnummer. Daar komt hij. Daar gaat hij. De postcode weten we al. Het lotnummer is 004. Hoe voelt het zich nou? Ja, hij is heel emotioneel. Hij is echt sprakeloos. Want er is vandaag iets heel bijzonders gebeurd, iets heel droevigs. Maar toch ook weer heel iets fantastisch met deze prijs, ja? Ja? Mag ik vragen? Wat vindt u ervan? Ik weet het niet, het is mooi. Ik weet het niet. Prachtig. Nou, van harte gefeliciteerd, mede namens de Postcode Loterij. Ja, en als je niet weet hoe je je geld op moet maken, ja, dan helpen we je nog bij. Nou, tot zover. Wat een feest. Ik geef even terug voor de epiloog aan Gastel. Het is hier echt een gekkenhuis. Ja, fantastisch. Oh, ja, ja, ja. De miljoenenjacht is nu echt begonnen bij de Postcode Loterij. En we weten het, 1 januari is het kanjerdag. 37,2 miljoen gaan we dan verdelen. Zowel in de straat als in de wijk. Hij komt eraan, deze hele bekende envelop. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij maken hele straten en wijken blij. Doe mee met de Postcode Loterij. Borne, hartstikke bedankt. Want je weet het, winnen doe je bij de Postcode Loterij. Jongens, het is één groot feest. De bouwers zijn helemaal door het dolle heen. We hebben de Japanners en de Chinezen verslagen. We gaan helemaal uit ons dak. We mogen uit ons dak met buckwheat. Brother says he's telling about you playing doctor with that girl. Just don't tell, I'll give ya anything you want in this whole wide world. Mama gives you money for Sunday school. Wat een emoties allemaal hier. Ongelooflijk. De mensen in Borne, feest gedruist hier. Het gaat maar door. We gaan uit ons dak, we maken er een groot feest van. Hans, wil je nog wat zeggen tegen de mensen? Ja, ik wil heel graag wat zeggen tegen de mensen. Fons van Westerlo. Fons van Westerlo, kom er even bij.
Ik wil alles en iedereen bedanken die maandenlang achter de schermen fantastisch voor ons gewerkt hebben voor SBS Fonds. Dat is ongelooflijk. Er zitten mensen van Duitsland, de mensen van Amerika. Kijken, met open mond naar deze gek van de domino deze kijken. Ongelooflijk, ongelooflijk. Volgens mij is voorbij, Arjan. Ja, ik wil gewoon iedereen helpen. Echt gewoon tellen. Ik zou zeggen, ik kan jullie echt allemaal niet meer verstaan. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Na de reclame in Hart van Nederland. De kans dat u thuis wordt overvallen wordt steeds groter. In Rotterdam alleen al zijn nu al 2 keer zoveel slachtoffers gevallen als heel vorig jaar. En snelheidsduivels die door agenten van amper 10 jaar op de bon werden geslingerd. In Apeldoorn keken heel wat hardrijders vanmiddag vreemd op. Dit en natuurlijk het laatste domino nieuws uit Zuid-Laren. Graag tot zo. Schatje, ken ik jou niet ergens van? Ik weet wat jouw sterrenbeeld is. Tweeling. Ben jij blond van jezelf of moet ik met een intelligente versiertruc komen? Ja. Hey, gaat het? Wat een lomperik, hè? Wil je wat drinken? Er is een moment waar elk glas van droomt. Voor dit glas zal dat moment nooit komen. Maar dit glas beleeft dat moment elke keer als jij dorst hebt. Elke keer als jij een ijskoude Coke drinkt. Spaar nu voor de complete set Coca-Cola contourglazen en haal ze op bij Free Record Shop.
Je kunt nu heel snel en simpel zelf sukiyaki maken. Het rundvleesgerecht van Japan. Gewoon met Konimix. Alles voor een complete maaltijd zit in het pak. Zelf hoef je alleen nog vlees, verse groenten en een half uurtje toe te voegen. Met Konimix maak je nu dus ook de Japanse keuken thuis. Tegen inlevering van uw oude bril, 200 gulden korting op een vaarreview van Pearl. De bril voor veraf en dichtbij. Het is heel speciaal en erg lekker. Whiskas cocktail met Daily Crocs. Knapperig van buiten, smaakvol van binnen. Al het goede dat je van Whiskas mag verwachten. Daily Crocs vind je in Whiskas cocktail. Knapperig van buiten, smaakvol van binnen. Dus twee keer zo lekker. Whiskas. Dan weet je waarom katten spinnen. Vlijmscherm. Bewegelijk. De nieuwe Protector 3D Diamond van Wilkinson. Met de scherpste mesjes ooit. Voor super glad scheren. Zo scherp dat hij achter tralies moet. Voor de veiligste scheerbeurt ooit. Protector 3D Diamond. Nieuw van Wilkinson. Wil je een roze of wil je een blauwe? Ik ga nou lunchen. En als ik je nooit meer spreek... Ik heb geen computer in de buurt en dat gaat niet echt lukken. Nee, ik mis je. Kan je die e-mail niet doorsturen? Ja, nee, naar mijn mobiel. Moet je eens luisteren. Je hoort hier echt helemaal niks. Of wil je een groene? Nee, fax het maar. Naar mijn 06. Nee, ik ben even de vergadering uitgelopen en ik sta nu stiekem op straat sigaretten roken. Hallo, met mij. Waar ik zit? Benicol is het enige merk met plantaardige stanolester, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het slechte cholesterol kan verlagen tot 14%. Ook al leefde ik gezond, mijn cholesterol bleef hoog. En daar maakte ik me echt zorgen over. En toen ontdekte ik Benicol. Het verlaagde mijn cholesterol van 5,6 tot 4,8. En dat is een opluchting. Ik gebruik het 2 keer per dag, op brood en in de groenten, makkelijk. En de nieuwe Benicol met yoghurt, lekker. Benicol, tot 14% verlaging van het slechte cholesterolgehalte. Een eeuwenoud conflict wordt uitgevochten onder de grond. De inzet een magisch zwaard. This is you. You're reincarnated. Single purpose, secular obligation. G2, vanavond om 11:30 bij SBS6. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad, Hart van Nederland. Met vandaag, ze hebben het hem weer geflikt in Zuid-Laren. 75 doorzetters hebben wekenlang naar dit nieuwe wereldrecord toegeleefd. Brand bij Fries Chemisch Opslagbedrijf houdt gemoederen nog steeds flink bezig. Omwonenden hebben nu het bewijs dat er wel degelijk giftige stoffen bij zijn vrijgekomen. En snelheidsduivels door kinderen op de bom geslingerd. In Apeldoorn deelden tieners vandaag de lakens uit. Zou u uw motor even af willen zetten? Ja hoor. Bedankt. Hart van Nederland met Silly Dartel en Milika Peterson. Dames en heren, goedenavond. Miljoenen mensen in 6 verschillende landen hebben vanavond kunnen zien hoe de steentjesbouwers in Zuid-Laren het wereldrecord hebben gebroken. 2.977.678 dominosteentjes zijn er omgevallen. Het record stond op 2,8 miljoen. Feest dus. Domino D 2000 was er eentje van formaat. Niet alle projecten zijn gelukt. De spanning was dan ook om te snijden. Albert Verlinde staat in de Prins Bernhardhoeve in Zuid-Laren. Ja, Albert, heb je ook zo zitten zweten? Of staan zweten? Ja, Milika, je zal het allemaal weer prachtig verteld hebben, maar ik kan er helemaal niks van verstaan, want het feest is hier werkelijk
losgebarsten. Of niet zo wonder ook, want nou ja, het getal is bekend. 2.977.678 steentjes zijn er omgevallen. En dat zit 200.000 boven het record van vorig jaar. En daarmee hebben dus ook die Chinezen en de Japanners verslagen die dat oude record zo snel hebben doen breken. Nou, ik zweet hier compleet. Ik bedoel, het feest is losgebarsten. Maar ik ben ook in de hal geweest waar al die steentjes staan. En daar is het meer dan 40 graden. Dus niet alleen de spanning is te snijden. Ja, iedereen loopt ook echt met het zweet op zijn voorhoofd. En ik weet niet of je het programma gezien hebt, maar er was ook een bodybuilder die midden op een ding moest gaan zitten. Die werd echt tijdens de uitzending opgebracht. Moest heel eng over al die steentjes heen om te gaan zitten. Ik denk dan, het is de goden verzoeken. Ik heb regelmatig vanavond gedacht, het gaat ze niet lukken, want weer een aantal dingen bleven staan. Maar uiteindelijk is het record dus toch gehaald. Nou, hulde aan alle bouwers die jullie feest aan het vieren zijn. En hoe dat allemaal vandaag met de laatste loodjes tot stand is gekomen, dat ga ik straks vertellen in het show. Tot zo.